Oké, ik heb net mijn hele intro gedaan zonder dat de camera aan stond. Wat de F. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik echt een van de meest prachtige make-up collecties testen. Ik ga de Charming Escape collectie van Kiko testen. Deze collectie is zo mooi met allemaal bloemetjes en prachtige verpakkingen. Echt, I love it. En jullie vragen mij heel vaak, Sarah, test make-up van de Kiko. Dat doe ik niet echt heel vaak. En een aantal jaar geleden heb ik 1 jaar lang wel bij hun gewerkt. In die tijd had ik dus ook een heleboel make-up van hun. Maar toen ik daar ben weggegaan, heb ik niet echt meer heel veel make-up bij hun gehaald. Heeft verder geen enkele reden of zo. Hun make-up is vaak gewoon heel goed. Maar ik weet niet, ik heb gewoon nooit zin om helemaal naar de winkel te gaan. Maar toen ik dus een paar dagen geleden deze collectie ontving in PR, dacht ik echt, ik moet deze collectie testen. Ik denk dat het ook een hele leuke collectie gaat zijn voor jullie. En als jullie hier zeker geïnteresseerd in gaan zijn. Kiko is ook altijd lekker betaalbaar. En als je deze verpakkingen ziet, jongens, oh my god, het is gewoon alsof het gewoon een luxe merk is. Terwijl het is gewoon Kiko. Het is wel een limited edition collectie, zoals hun heel vaak hebben. En die blijven altijd ongeveer 2 maanden in de winkels. Dus als je iets ziet vandaag wat je graag wilt hebben, haal het snel voordat het weg is. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop jullie ook. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Jongens, ik ben zo enthousiast over deze collectie. Oh my god, jullie gaan het gewoon echt niet begrijpen. Oké, ik ga beginnen met iets voor het gezicht. Dit is het Kiko Charming Escape Radiant Skin Serum. Oké, dit is dus om je gezicht een hele mooie glans te geven en te voeden. Er staat dat er extract van rode wijnbladeren in zit en druivenpitolie van Italiaanse herkomst. Nou. En dat het je huid hydrateert en niet vettig of zwaar maakt en het snel intrekt. En als je het gebruikt voor een make-up, dan maakt het je huid heel erg zacht. Waardoor je een perfecte basis creëert voor je make-up. Nou, daar gaan we hem vandaag voor gebruiken. Het ziet er echt prachtig uit. Zo heel mooi goudachtig. I love it. Ik kan gewoon niet vaak genoeg herhalen hoe prachtig ik deze collectie eruit vind zien qua verpakkingen. Ik hoop dat de kwaliteit net zo goed gaat zijn. Oké, laten we gaan zien of dit mijn gezicht echt gaat laten stralen. Want ik heb een hele doffe, matte, droge huid. Dus ik kan wel een beetje glans gebruiken. Je moet dus hier zo drukken om het zeg maar in de dropper te krijgen of hoe dit ook heet. Dan als het zo erin zit, dit is allemaal echt te luxe gewoon. Dan kun je het gewoon zo aanbrengen. Als je dan weer zo op dit dingetje zo drukt, dan komt het eruit. Oké, het voelt aan als echt gewoon een olie. Wat je ook gewoon kunt doen om het makkelijker te maken, is het gewoon zo op je hand druppelen. Lekker inwerken en dan zo op je gezicht smeren. Ja, het voelt gewoon echt aan als een cliché gezichtsolie. Het ruikt heerlijk. Ik weet niet echt hoe ik de geur moet beschrijven. Een beetje een bloemachtige geur. Oh, ik vind het echt prachtig aanvoelen. Ik vind het lekker ruiken. Het geeft mijn gezicht echt een hele mooie glans. Zonder inderdaad mijn gezicht heel vettig of zwaar te maken. Het voelt heel licht aan. I love it. Als je een vettige huid hebt, weet ik niet of dit ideaal gaat zijn voor jou. Maar als je een huid hebt als mij, normaal of droog of zo, dan gaat het echt wel fijn zijn. I love it. Ik gebruik super vaak olie onder mijn make-up producten. Of ik mix ze met mijn make-up. Daar is het ook ideaal voor. Dan laat ik het eventjes intrekken en dan ga ik in met dit lichaamsproduct. Ik heb hier de Charming Escape Pearls of Light Hair and Body Oil. Dit is dus een glanzende lichaams- en haarolie. Ik zou hem persoonlijk niet echt voor mijn haar gebruiken, denk ik. Maar zeker wel voor mijn lichaam. Dat doe ik echt heel vaak. Vooral als je mijn huid kunt zien bij mijn borst of mijn benen. Dan breng ik altijd zo'n mooie glanzende olie aan. Ik heb hem ook hier staan. Dit is die ik vaak gebruik hier zo op mijn borst. Het ziet er ook weer super mooi en luxe uit. Zo heel mooi dat goud. Ik hou van goud. Ik ben echt een goudlover. Dus ik vind het echt prachtig. Ook hele mooie glinsters erin of zo. Dit zou je haar en huid een hele mooie glans moeten geven en moeten voeden. Ook dit is weer verrijkt met extract van rode wijnbladeren en druivenpitolie van Italiaanse herkomst. Oké, laten we kijken. Je kunt nou hier mijn borst niet zien, maar ik ga het gewoon aanbrengen zo op mijn armen. Een beetje schudden. Er komt niks uit. Oh ja, nou wel. Oké, het is heel waterig. Het voelt echt aan als een olie ook weer. Het ruikt ook weer heerlijk. Ook weer zo die aparte bloemengeur of zo. Oké, het heeft niet heel veel glitter of zo. Ik verwacht echt heel veel glitter, net als dat andere product die ik al heb. Het voelt meer gewoon aan als een olie. Hier op mijn hand zie ik echter wel dat er hele kleine glittertjes in zitten. Ik ga gewoon nog meer aanbrengen. Het voelt helemaal niet waterig of vettig aan of zo. Het voelt gewoon bijna alsof ik bekant niks opsmeer. Oké, kijk deze hele mooie glans. Het is niet zo heel heftig, dus ideaal als je een beetje meer subtiel wilt zijn. Ik vind het echt heel mooi. Kijk dit.
een hele subtiele glans, niet te veel. Die ik normaal gebruik is echt super veel glitter en glans. Misschien een beetje too much voor heel veel mensen. Maar ik denk dat dit echt geschikt gaat zijn voor iedereen. Omdat het zo'n mooie subtiele glans is. En het voelt helemaal niet vettig aan. Het voelt echt letterlijk alsof je niks op hebt gesmeerd. Nou jongens, deze collectie begint echt al heel goed. Oké, next up is een oogschaduwpaletje. Dus ik ga even mijn gezichtsmake-up aanbrengen. Gewoon de basis. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, mijn hele basis zit erop. Foundation, concealer, contour en poeder. Nou gaan we beginnen aan de ogen. En ik heb hier een prachtig oogschaduwpalet. Dit is de Kiko Charming Escape Maxi Eyeshadow Palette in de kleur 01 Green View. Ziet deze verpakking er ook weer niet prachtig uit. Zo heel mooi groen met al die bloemetjes erop. Je hebt twee versies van dit paletje. Ik heb de groene, maar je hebt ook nog een roze. En dat is de kleur 02 Vineyard Valley. Maar ik heb de groene ontvangen in PR, dus deze ga ik vandaag gebruiken. Laten we hem overmaken. Ook dit ziet er echt weer prachtig uit. Er zitten ook zo van die bloemenachtige dingen zo opgegraveerd. Echt prachtig. Over elk detail is gewoon nagedacht. En dan binnenin krijg je 12 prachtige neutrale kleuren. Veel bruine kleurtjes, groene kleurtjes. Ideaal voor een everyday soft glam lookje. Je hebt matte, glanzende en metallic kleurtjes en een hele grote spiegel. Ik vind dit paletje er echt prachtig uitzien. En niet alleen de prachtige verpakking, maar ook de kleuren die erin zitten. Dit zijn echt kleuren die gewoon heel draagbaar zijn. Heel makkelijk in gebruik zijn. En ik hoop gewoon dat de kwaliteit goed gaat zijn. Dus ik ga hiermee een hele mooie, prachtige, neutrale, beetje herfst look maken. Want de herfst komt eraan. Dus laten we inzoomen op mogen. Ik heb al gepruimd met concealer. Dus die stap kunnen we helemaal overslaan. Even denken wat voor look ik ga maken. Ik denk dat ik sowieso wil ingaan met de groene kleuren. Ik ga beginnen met de bruine matte kleur hier. Die kleur ga ik aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Met mijn Zoeva 228 Fluffy Cost. Het is wel super poederig. Kijk even dit. Kijk even, de poeder gaat overal heen. Wat ik ook niet zo fijn vind. Er is helemaal niks wat de kleuren uit elkaar houdt. Waardoor de kleuren heel vaak gaan mengen met elkaar. En dat is niet zo fijn. Ondanks dat de kleur een beetje poederig is in het paletje. Is het niet echt heel poederig op mijn gezicht. En dat is het belangrijkste. Terwijl ik me aan het opmaken ben. Ik ruik gewoon helemaal die lichaamsoliegeur op mijn armen. Het ruikt echt heerlijk. Het is echt best wel een heftige geur. Dan pak ik de iets donkerdere bruine matte kleur ernaast. En die kleur gaat ook in mijn arcadeboog. Maar het blijft een beetje onder. Die andere kleur. Dan pak ik de donkerste bruine matte kleur hier. En met een platte fluffy kwast, Zoeva 227, ga ik die kleur aanbrengen in de hoek. Dit is echt prachtig. Alle kleuren blenden echt prachtig in elkaar in. Ik vind het echt heel mooi. Deze drie kleuren waren echt prachtig. Er is ook echt helemaal geen fallout. Zie je dat? Er is letterlijk niks op mijn gezicht gevallen. Echt toppie. Die drie bruine kleuren ga ik nu ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Nou gaan we in met de glanzende kleuren. Ik ga in met deze mooie donkere groene glanzende kleur. Ik pak die gewoon een beetje met mijn vinger. Ziet er echt heel mooi uit. En dan breng ik die gewoon zo aan over mijn hele ooglid. Oeh, echt veel pigment. De kleur in het paletje voelt ook super zacht aan. Het voelt een beetje aan als velvet of zo. En zo brengt het ook echt aan. Het voelt een beetje als een soort van vachtje of zo. Dan pak ik weer die fluffy kwast en dan ga ik een heel klein beetje blenden bij de randen. Echt maar een heel klein beetje, want als je te veel blendt, dan blend je het helemaal weg. Dan wil ik ook ingaan met de iets lichtere groene kleur. Die is ook glanzend. En ik wil die gewoon een beetje random in het midden aanbrengen om een soort van heftigere pop van groen te geven. Kijk even dit. Kijk wat een verschil dat maakt. Kijk het verschil nou met hier en hier. Hier heb ik het niet gedaan. Het geeft echt zo'n extra pop. Dat vind ik wel mooi. Alleen maar een klein beetje zo in het midden. Want ik wil nog wel dat je het donkergroene ook kunt zien. Dan pak ik weer die donkerste bruine matte kleur. En dan breng ik die hier weer een beetje extra aan. En blend het in met die groene glanzende kleur. Dan pak ik de lichte glanzende kleur hier. En die breng ik dan nog zo aan in de binnenste ooghoek. Om het daar mooi te verlichten. Dit maakt altijd zoveel verschil. Het verlicht het hier helemaal zo mooi. En laat het helemaal zo sprankelen. I love it. Jongens, deze look is echt prachtig geworden. Het enige wat ik wel een beetje mis is wat meer glans in de glanzende kleurtjes. Maar al met al is het wel gewoon echt heel erg mooi. I love it. Dit paletje gaat echt ideaal zijn voor de herfst. Dit is echt een heel mooi herfstpaletje. Dan heb ik hier ook een nieuwe eyeliner. Dit is de Kiko Charming Escape Bold en Micro Lasting Eyeliner. Ik wil niet steeds in herhaling vallen, maar ook deze verpakking is weer echt prachtig. En dit is dus een eyeliner duo met aan allebei de kanten een andere pen. Je hebt dus een normale pen. Dat is de kant hier. Die is gewoon geschikt voor een normale
normale of een heftige wing. En dan aan de andere kant heb je deze micro pen. En die is geschikt als je gewoon heel subtiel wilt zijn met je wing. Zoiets heb ik echt nog nooit gezien. Maar ik vind het echt fantastisch. Afhangend van hoe heftig je je wing wilt maken, kun je kijken welke kant je wilt gebruiken. Dit vind ik echt fantastisch. Ik zal even een streep maken met een normale pen. En een streep maken met een micro pen. Want dan is het verschil goed te zien. Ja, kijk even dit verschil. De ene is echt heel dun en de andere heel dik. Vooral als je een beginner bent is zo'n micro pen heel erg fijn. Ik denk dat ik de wing vandaag niet te heftig wil maken. Dus ik ga gewoon voor de micro pen. Ik heb zo vaak dat ik begin aan de wing en hem niet heftig wil maken. En het gewoon alsnog automatisch heel heftig wordt. Omdat de pen gewoon wat dikker is. Dus zoiets vind ik wel ideaal. Dan maak ik niet heel snel die fout. Dus hiermee ga ik even een kleine wing maken. Wauw, kijk even hoe snel dit ging. Dit is echt gewoon fantastisch. Dit werkte zo makkelijk. Hij is ook heel zwart. Hij droogt mat op. Deze collectie is tot nu toe echt een van mijn fave collecties. I love it. En deze pen is ook super makkelijk. Deze micropunt, echt amazing. Ideaal ook als je een beginner bent of gewoon nog niet zo goed bent in een wing maken. En hij is ook super betaalbaar. Slechts 10 euro voor 2 pennen. Dus 5 euro per pen is echt belachelijk goedkoop. Ik zal hem zeker aanschaffen. Dan mascara. Dit is de Kiko Charming Escape All Day Lasting Click Mascara. Dit is dus een nieuwe volume en definerende mascara. Ik ben heel erg benieuwd. Ziet er weer heel prachtig uit. Heel luxe, zo dat goud. Dit lijkt een beetje allemaal op het merk Clarins. Er staat dat hij 24 uur lang blijft zitten. Diepte geeft en de wimpers laat accentueren. Het Elastomero borsteltje heeft een speciale vorm om de wimpers een volume effect te geven bij gebruik van de rechterkant. En een definitie effect bij gebruik van de licht gebogen kant. Oké, dus het is een beetje een 2-in-1 iets afhangend van welke kant je gebruikt. Laat even kijken. Oh, hij klikt zo open. Kijk dit, als je hem wilt openmaken, je moet zo klikken en dan gaat hij open. Dit is allemaal echt too much. Oké, ik zie inderdaad 2 kanten. De ene kant is dus voor volume en de andere kant is voor definitie. Ik ga allebei de kanten gebruiken. De kant die naar buiten gaat is dus voor volume, als ik het goed begrijp. En de andere kant voor definitie. Ik ga ze gewoon letterlijk allebei gebruiken. Wel eerst even mijn mini wimpertjes krullen. Ik begin met volume en dan definitie ofzo. Oké, ik heb een klein beetje hier geknoeid, maar dit laat ik op drogen en dan kan ik het er gewoon afkrassen. Hoe moet hij dan weer dicht? Oh, gewoon drukken. Ik ben echt veel te agressief. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ook deze vind ik gewoon echt heel fijn. Ideaal om eerst te beginnen met de volume kant, want die geeft ook echt volume. En de definitie kant kamt je haartjes dan erna zo mooi uit elkaar. Ik merk ook echt aan de collectie dat ze er echt over na hebben gedacht. Allemaal die 2-in-1 shit, de verpakkingen, andere manieren van iets openen, zo te drukken in plaats draaien. Ze hebben echt overal over nagedacht. Ze hebben echt tijd en energie in deze collectie gestoken en dat is echt te zien. En dat vind ik als een make-up liefhebber echt fantastisch. Oké, ik ga even wat nep wimpertjes aanbrengen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal af. De wimpers die ik op heb zijn van mijn eigen wimpercollectie in samenwerking met Boozy Shop in de stijl Lashtastic. Voor de mensen die het niet weten, een aantal maanden geleden ben ik uitgekomen met mijn eigen wimpercollectie met 3 verschillende wimpers in samenwerking met Boozy Shop. Zijn alle 3 nog te koop, mocht je ze willen, voor een hele betaalbare prijs. En ik heb nou 1 van die 3 dus op. Deze stijl wimpers vind ik zo mooi, omdat ze zo wispy zijn en ze niet mijn hele ooglook bedekken. Nou, gaan we verder met blush. Dit is de Kiko Charming Escape Silky Blush. Een hele leuke, mooie, schattige kleine blush. Ook weer zo'n prachtige verpakking met van die bloemen erin gegraveerd. En ik heb de kleur 02 Tasty Peach. Is een mooie, glanzende, oranje peachy-achtige kleur. En we krijgen ook een spiegel. De verpakking is echt weer top-notch. Het is een glanzende blush. Ik ben persoonlijk niet per se altijd zo van de glanzende blushes. Maar we gaan hem gewoon proberen. Hij is ook echt best wel klein. Je hebt de blush in 4 kleuren. De 3 andere kleuren zien er ook echt prachtig uit. De collectie heeft ook een bronzer, zie ik hier online. Alleen die heb ik niet ontvangen. Oké, laten we gewoon deze blush gaan proberen. Ik ben ook gewoon vandaag gegaan voor een mooie glanzende dewy gezicht. Omdat de hele collectie een beetje is gericht op glanzend. Oh, wauw. Het is een beetje roze. Zien we dit? Oké, ik had het echt meer oranje verwacht. Maar het is een beetje een mix van roze en oranje. Het is veel meer roze dan dat ik had verwacht. Het is wel echt glanzend. Ik zie hier zo helemaal een glans ontstaan. Ik vind dat op zich wel mooi. Dat geeft je een hele mooie natural glowy effect. Oké, ik vind het echt weer beter dan verwacht.
Oh my god, ga ik iets slechts vinden in de collectie? I don't know. Nu gaan er weer mensen zijn. Omdat je de collectie hebt ontvangen in PR, vind je alles goed? Nee, dat is echt gewoon absoluut niet waar. Ik ontvang zo vaak iets in PR. En het is ook echt al heel vaak gebeurd dat ik het gewoon echt super crappy vind. Jullie weten, ik geef echt altijd gewoon echt mijn mening. Ik heb er echt absoluut niks aan om te liegen. Gewoon letterlijk niks. Maar ik vind hem ook echt weer gewoon prachtig. Heel erg mooi. Oké, ik heb geen highlighter van de collectie. Die wil ik ook niet aanbrengen op mijn gezicht. Want ik vind dit glanzende effect van de blush echt al genoeg glow. Maar ik wil wel een beetje glans aanbrengen op mijn neus. Dus daarvoor gebruik ik deze Catrice highlighter. En dan last but not least de lippen. Dit is de Kiko Charming Escape Luxurious Matte Lipstick. Dit is dus een matte lipstick. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb de verpakking al gezien en het is ook weer gewoon geweldig. Kijk weer hoe luxe de verpakking eruit ziet met de bloemen en een vogeltje erop. En ik heb de kleur 03 Elegant Rosewood. Is een beetje een nude roze kleur. Maar kijk even die bloemen imprint in de lipstick. Is dit niet echt fantastisch? Ze zijn echt out of their way gegaan. Dit ziet er echt prachtig uit. Kijk even hoe mooi deze lipstick eruit ziet. Echt amazing. Het is dus een matte lipstick. De kleur is ook heel mooi. Een beetje een iets meer donkere nude roze kleur. Je hebt nog een heleboel andere kleuren. Je hebt in totaal 6 kleuren. Dus nog 5 andere. Laten we hem gewoon aanbrengen. Even dit lipbalmpje eraf halen. Super mooie kleur. Brengt heel zacht en velvetachtig aan. De kleur heeft ook heel veel pigment. Ik vind hem heel mooi. Hij is inderdaad wel echt heel mat. Hij brengt wel heel velvetachtig aan, maar hij droogt echt bijna gelijk op in een matte formule. En je kunt ook dan niet meer echt eroverheen gaan, want dan wordt het een beetje stroef. Dus je moet een beetje snel werken. Al met al vind ik hem wel heel mooi. Ik vind hem ook mooi staan met de look. Dan zijn we klaar. Even kijken. Ik ga even wat fixing spray sprayen. Ik ga in met deze Glowy Fixing Spray van YouStar. En dan zijn we klaar. Oké jongens, dit was het dan. Dit is de hele make-up look. Ik vind dat het echt super, super is gegaan. Er is letterlijk geen enkel product dat ik gewoon helemaal niet aanraad. Deze olie vind ik heel mooi. En hij is ook een stuk subtieler dan dat ik van tevoren dacht. Ik dacht, dit ga ik echt niet doen in mijn haar. Daarvoor is het veel te glitterig. Maar zo glitterig is hij dus echt helemaal niet. Ondanks dat er best wel wat glitter in zit. Dus ik denk dat het ook echt gewoon ideaal zou zijn voor je haar. Deze lipstick vind ik heel erg mooi. De kleur is ook heel mooi. En ik denk ook dat hij echt goed lang blijft zitten, omdat hij helemaal zo vastlokt op mijn lippen. Dit paletje vind ik mooi. Ik moet wel zeggen dat ik de groene kleur al een beetje zie vervagen. En ik vind de glans niet echt heftig genoeg. En voor 22 euro, als ik het dan vergelijk met paletjes van die prijs van andere make-up brands, zijn er een aantal paletjes die echt beter zijn dan deze. Dus voor de prijs vind ik het een beetje een moi. Als er dan vandaag iets is wat me het meest heeft teleurgesteld, is het dit paletje. Maar hij is niet super slecht, maar ook niet heel goed. De blush vind ik echt heel erg mooi. Vooral als je houdt van zo'n glowy effect. Kijk even wat voor glow het geeft. Dat vind ik op zich wel mooi. Deze pen is ook echt fantastisch. Echt, ik heb er een hele mooie wing mee kunnen maken. Mascara idem dito vind ik ook heel fijn. En deze olie vind ik ook echt toppie. Geeft ook een hele mooie glans aan je gezicht. Kijk even hoe mooi glanzend en gezond mijn huid eruit ziet. Terwijl dat echt niet mijn huid is van zichzelf. Ik heb een hele droge, doffe, matte huid. En het voelt gewoon alsof ik gewoon helemaal straal zonder er vettig uit te zien. Het enige waarvan ik dan toch een beetje denk van moi is het palet. Voor de rest is alles echt fantastisch. Let me know wat jij van de collectie vindt beneden in de reactie. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening, want ik ben er echt super enthousiast over. Ik vind het ook echt een hele mooie herfstlook, ideaal voor dit seizoen. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer een beetje heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!